moet kikken. Ik lig hier op mijn tentje. En ik ben nou een beetje van mijn angst af. Hier, mug. Ik ben nou een beetje van mijn angst af voor de jungle. En dan hoor ik hier gewoon aan twee kanten wat ritselen tussen de bosjes. En het komt heel langzaam mijn kant op. En zo te horen. Volgens mij is het doof, want het reageert niet op mijn hoesten. De ene volgens mij is een slang. Want het is heel langzaam ritsel, af en toe stoppen. En dan weer een continu. En die andere die zit in het boompje. Dus of een hagedis. Ik vind razend interessant. Ik wil graag weten wat het is. Eerst was ik er bang voor. En nu wil ik graag weten wat het is. En het ene zit hier nog geen meter bij me vandaan. Als je maar niet buiten, hè? Kankerjoen. Kankerjoen. Ja, ik kan toch niks zien er doorheen, maar... Nee, je ziet echt niks. Maar goed, heel dicht begroeid. Het enige waar ik wel bang voor ben... Kijk, spinnen is langer in toestanden dat... Oké. Maar voetstappen... Van nieuwsgierige mensen. Daar ben ik bang voor. Ik zit hier achter in een hoek van de tuin. Het is eigenlijk voorbij de paaltjes van hun grond. Ze hadden dat eigenlijk liever niet. Ik zeg, joh, niemand kan me zien hier. Maar ik zit hier een kleine 3 meter van de straat vandaan. En het is natuurlijk allemaal... begroeid met klimplanten en toestanden, dus je ziet het niet zo. Er zit een beetje een open plek tussen. En ik zag al een buurman, die had het maar, de buurman heeft me al gehoord, die heeft hem natuurlijk ook in de tuin zien werken. En die had me een paar keer hier naartoe zien lopen. En die is natuurlijk zogenaamd zijn plantjes aan het spuiten met onkruidgif, weet ik wel, een spuitfles op zijn rug. En... Ja, maar volgens mij kon hij me niet zien, want mijn tent is natuurlijk gecamoufleerd. En ik heb wel even een foto gemaakt van mijn tent, hoe hij eruit zag vanuit zijn zichtpunt toen hij weg was. Maar je zag het toch nog wel een beetje van de glimmende onderkant, dat spul, dat glimt natuurlijk. Zie je? Die reflectie ervan. Dus ik heb buitenkant heb ik allemaal bladeren er tegenaan gegooid. Zodat je in ieder geval niet die zwarte rand meer ziet. En ik heb iets dat cel naar beneden getrokken. Nou word ik eigenlijk morgen aan de andere kant van de straat, vanuit zijn kant, wat hij kan zien, wil ik het zien. Volgens mij kan je niet veel zien. En dan nog, ik gedraag me even toch en ik laat geen peukje, geen dingetje, geen plasticje in. Dan ik achter, ik ruim juist op hier omheen. Ik heb hier de hele tuin opgeruimd, alle plastic eruit. En ik heb die mensen een beetje verteld, van de, of tenminste een idee opgedaan, van joh, als je toch niks hebt hier op de grond, maak er een campingje van. Waarom niet? Zijn de douche heb je, een wc heb je daar? Ik zeg, dan vraag je 100 baht per nacht. Ik zeg, dan kan je ook gelijk, 's ochtends kan je de ontbijt verkopen. En 's avonds misschien ook eten. Je moet een beetje leren nadenken, zoals een verrang, weet je. Zoals een buitenlander, zoals een Europeaan, zeg maar. Om, ja, om economisch te kunnen denken. Munten zijn munten, ja toch? Wij zouden gaan eerst neer gaan zitten denken van ja, wat hebben de mensen nodig? Wat is duur hier? Wat kan ik gaan doen? Is dit makkelijk om te doen? Is dat makkelijk om te doen? Heb je diploma's nodig? Heb je vergunningen daarvoor nodig? Ik bedoel, ga je eerst even over nadenken natuurlijk. Je gaat niet zo als een debiel, en dat doen ze hier allemaal, gaan een koppie.
Want er zijn, hun hebben ook zo'n kraampje. En hun hebben dan geen fruitshakes, maar met limonadesiroop. Allemaal, ik geloof, 20 soorten limonadesiroop. En daar maken ze dan koude koffie en dat soort dingen. Allemaal gemene kleurtjes natuurlijk, meer zoet. Maar ook allemaal in zakjes. Je krijgt je limonade gewoon een zak vol met ijs. Er gaat limonade bovenop en weet ik veel wat ze erbij doen. Volgens mij hebben sommigen een beetje sweet melk. Maar ja, er zijn geloof ik in deze straat zijn er geloof ik kleine 15. Het is een lange straat, maar kleine 15 van die zaakjes allemaal. Ja, dat ken je alleen maar in je eigen kennis een beetje, die dan langskomen gewoon. Maar ja, dat schiet er niet op. Ik zeg, dan gaan we fruitshakes erbij doen. Een verse koffie. Zet een bordje van European Breakfast. Ik heb nou zo'n klopper voor ze gekocht. Zo'n melkschuim apparaat, zo'n ding. Zo'n kloppertje handkloppen. Ik zeg, dan ga ik je morgen wel leren hoe je scrambled eggs moet maken en hoe je omelet moet maken. Want ze hebben omelet wel op de dingen staan. Maar ja, dat zit een beetje opschuimt, een beetje melk er doorheen. Weet je, van dat ze ook aan Europeanen hier gewoon zo'n ochtends een ontbijt kan verkopen. Ik bedoel, dat is toch weer extra inkomsten. Die mensen, nou, gisteravond waren er een paar gasten waren daar. Drie jongens en twee meisjes. Ik denk studentenachtig. En maar ja, die lopen hier naar de supermarkt. Die komen met drie tassen, vier tassen met bier aan. En allemaal om drankjes. En ze zeggen, oké, ze bestellen te eten hier dan. Maar dat is gelukkig ook, want hun vrienden kwamen ook weer langs. En die bestelden ook op een gegeven moment nog te eten. En op een gegeven moment stonden ze om 12 uur stonden ze gewoon nog steeds koken. Gewoon, dus dat is wel inkomsten natuurlijk voor die mensen. Maar ja, het zijn wel lange dagen ook. Maar ja, het zijn wel twee leuke vrouwtjes. Twee dikketjes, zusjes. En volgens mij waarderen ze het ook wel dat ik. Ik heb nou een groot gat. Ik zei, joh, ze kunnen hier een vijvertje mee maken. Ik heb die dingen gezien, een soort lichtkoppelsachtig. Van polyester. Ik zei, daar kun je een mooi vijvertje van maken. Ik zei, dan graaf ik wel een gat in de grond, pleur dat ding erin, laat je de water erin lopen, een paar pandjes eromheen, pleur de vissen in. En je hebt in ieder geval wat moois, bloemetjes eromheen. Dat maken die tuin een beetje. Ik heb alle bananenbloemen, alle bananenplanten. Alle oude, ik zeg, heb je een mes voor me? Dat is wat ga je doen? Ik zeg, zie je wel. Ik zeg, ga je tuin een beetje opknappen. Ik heb al die oude bladeren eraf gechopt gaan. Dus al die bananenbloemen, die zien er nou een beetje fleurig uit. Al het dood heb ik eruit gehaald, zeg maar. Al het dood uit de tuin. Ja, het is wel een beetje opgeknapt. En ze zien ook wel gewoon, ja. En ik probeer ze steeds meer Engels, dat probeer ik ze steeds meer te leren. En ze onthouden het ook wel. Die ene zus spreekt een beetje Engels. Die andere zus, dat kun je niet echt mee communiceren. Die weet een paar zinnetjes. Dat is meer gekkigheid natuurlijk. Maar het is wel leuk. Ik heb het wel nog een zin hier om mij te houden. Nou, even kijken of ik morgen met Mark af kan spreken. Misschien even mijn hengeltjes ophalen. En ik heb nog zo'n kleinere versie hiervan. Eigenlijk meer een tentversie. Deze is eigenlijk iets te groot. Oké, hier hoort nog een handvat bij. En die staat nou aan de oplader. Zeg maar zo. Dit is gewoon gelijk een zaklamp. Kijk zo. Dit is dan gelijk een zaklampje ook. Zoals je ziet. Maar in dit ding zit ook nog een lichtje. Zie je? Hier zit een ledje. Want als je op dat ene knopje. Als je de knopje naar beneden doet en dan druk je. Op de ene stand is die alleen maar elektrisch zonder lampje. En de andere kant doet hij het met lampje. Het is die muggetjes die je ook nog ziet. Deze ook van een lieve vriendin. Kom maar, kap maar, darling. En dit is helemaal geweldig. Dit is gewoon mijn telefoon opladen. Die ik gekocht heb.
En dit is een bureaulamp voor zo'n dingetje. Dus als ik weinig licht wil hebben, kijk ik hem helemaal naar beneden. Ik zet hem ook normaal gewoon. Ja, ik zit hier bij de straat natuurlijk. Deze video geeft al heel veel licht. Dan zet ik hem net boven mijn asbakje zo. Dan heb ik heel weinig licht in mijn tent, maar precies om te zien waar ik mijn as moet gooien. Ja, geweldig. Toch iets weinig. Toch misschien iets te veel licht in mijn tent. Want ik hoor geen geritsel meer. Ik was toch erg benieuwd wat het was. Ik denk als we nou dichtbij gekomen, kan ik een fotootje maken of een videootje. Maar nou ja, is de slang dan? Nee, ja, dan. Wat moet hij doen dan? Door die tent heen bijten? Normaal. En trouwens heb ik dit toch. Ik kan hem toch wegdirigeren. Kijk, als je bang bent en je begrijpt die beesten niet, dan begrijp ik gewoon dat je beter uit de buurt kan blijven. Maar ik begrijp slangen redelijk. Ik begrijp ook wel hun beperkingen. Maar ja, als ik een paar keer op de grond goed op de grond stamp, dan is alles weg hier. De meeste beesten voelen troptrilling aan en dan doenk, doenk, doenk. Als je dat hoort, dan is alles gewoon weg. Oeh. Aardige blaren in mijn klauwen ook. Ik ben toch aardig tekeer gegaan met die schep. Oh ja, ik heb ook een soort schepje voor ze gekocht. Om te hakken. Ik zal morgen wel even een videootje maken. Mooi, was toch. Ja, ik ben al 2 dagen bezig met scheppen, maar je kunt het natuurlijk niet overdag doen. Je moet even wachten tot de zon een beetje minder wordt. Maar zweten. Mijn onderbroek, alles drijvend, man. Maar ja, dat is wel lekker. Al giftig even uit van die parties op Koh Lanta. Nou. En vooral de cornerbar. Vooral die buckets. Maar ik ben gewoon gek op buckets. Ik hou van die rum. Rum met cola. En je weet toch ook wel, Bacardi'tje, Baco'tjes, lekker gewoon. Nou, en je kost het geen rol. Het geritsel is weer begonnen. Wel weet, zou Dries zeggen. Oh, jongen toch. Hey, weet je wat wel kut is? Ik zit hier 5 meter van een hoenenhok vandaan. Er zitten alleen maar mannetjes kippen. Die beginnen natuurlijk gewoon net voordat het licht begint de hele kankerscheut. Gaat los hier. En daarom heb ik ook mijn tent wel verplaatst. Eerst liep ik daar op het veld. Tussen de bananenboompjes in. Nou, was te dicht bij die kippen dingen. En 's ochtends kwam die zon op en die stond op die tent. Nou, was binnen 2 seconden geloof ik 50 graden. Die reuze liep mijn reet uit. Dus ik denk, weet je wat, ik duik even meer de bosjes in. En ik zag die paaltjes wel van die grens. Ja, ongekut jungle. Wie moet er nou probleem maken dat ik hier met mijn tentje leg? Ja toch, het is van een hotel schijnt. Maar ja, ook gaat het in die hotel, vind ik, wat moet je zeggen dan? Jij mag hier niet met je tentje zitten. Nee, goed. Maters.